hele prachtige cijfers. 7 en een 8 voor bio en een 6 voor Engels. En nou, het is super. Dankjewel. Ja, ik jou dan op 3. Ja. Dan nog eens even heel hard. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Tot straks. Hoi. Yes! Middelbare scholieren door het hele land werden gebeld met de uitslag van hun eindexamens. Het verlossende belletje kwam bij Isa van der Water met goed nieuws. Zij is geslaagd. En dat goede nieuws is soms een hele opluchting. Haar cijferlijst en een vlag kon ze op haar school, het Montessori College, ophalen. Dat ik geslaagd ben is zeker een hele grote opluchting, omdat nu ben ik klaar met deze school en kan ik beginnen aan mijn vervolgopleiding, waar ik heel veel zin in heb. Ik ga hierna naar het Rijn-IJs toe en daar ga ik een dansopleiding doen. Het eindexamenjaar liep natuurlijk wel wat anders dan andere jaren, doordat het onderwijs nog steeds moest worden aangepast vanwege corona. Ik had er wel een beetje last van, vooral dat de lessen zeg maar wat korter duurden, dat ik minder vragen kon stellen. Maar aan de andere kant heb ik er ook weer minder last van gehad, dus in principe heeft het zo zijn voordelen en zo zijn nadelen gehad. Dus. Dat Isa niet te veel last heeft gehad van dat alles, blijkt uit haar cijfers. En gelukkig, zij is niet de enige. Ja, ik heb tot nu toe 2 6'en, de rest een 7 en 1 8. Al mijn vriendinnen zijn geslaagd, ook al mijn vrienden zijn geslaagd, ook gewoon met allemaal hele mooie cijfers. Dus dit jaar was het toch wel goed afgerond dan. Het afronden van dit jaar betekent ook het afronden van de middelbare school. Met al je klasgenoten en ook de leraren die je in die tijd hebt leren kennen. De leraren zijn lang niet altijd vervelend. Sommigen gaan zelf gemist worden. Ik denk toch wel Erik van Economie. Hij is wel echt leuk. Maakt ook niet zo heel veel uit wat je in de les deed. Zolang je maar wel een beetje bij economie bezig was. Dat vond ik wel altijd wel fijn. Dus Erik ga ik denk ik wel meest missen.